FC Emmen kent dit seizoen veel nieuwe spelers en een compleet nieuwe technische staf. In de rubriek Even voorstellen maakt u de komende weken nader kennis met al deze spelers en trainers. Vandaag in Even voorstellen. Justin Mulder. 19 jaar. In de jeugd bij VV Hoogezand. En 2 jaar geleden ben ik bij FC Emmen aangekomen. Daar heb ik 2 jaar in de jeugd gespeeld. En nu voor het eerste jaar senior. Mijn eerste voetbalherinnering. Ik denk toch dat je als jongeling bij het pleintje komt. En er zijn de grote jongens altijd aan het voetballen en daar wil je graag meedoen. En dan laat je wat skills zien en word je toch vaak gevraagd om dan vaker mee te doen. En het moment dat ik dan voor het eerst op voetbal ging, op 6-jarige leeftijd denk ik, toen ik in de F6 kwam. Dat zijn toch wel de eerste voetbalmomenten van mezelf. Ik denk dat het wel 4-5 al was. En dat deed ik toch al met jongens van 8-9 jaar deed ik mee. Dus dat was wel altijd mooi als je dan mee mocht doen, zeg maar. Ik had wel de skills vroeger, vooral op straat. Dat is natuurlijk altijd even wat anders dan op veld. En zo ben ik ook opgegroeid met voetbal. Nee, ik had niet mijn helden of voorbeelden, dat niet. Maar je had altijd wel wat bepaalde oudere jongens die echt wat goede tricks hadden. En daar wil je altijd veel van leren. En dat wil je dan nadoen. En als het lukt, dan was het mooi natuurlijk. Ik heb, in de jeugd heb ik vaak op 10 gespeeld. Ook nog bij FCM een jaar op 10, in de A1. En op een gegeven moment, het laatste jaar, ben ik naar 7 gegaan, naar rechtsbuiten. En sindsdien ben ik nu vleugelspeler. Belangrijk in mijn carrière zijn vooral mijn ouders, denk ik. Mijn oma vooral. Vroeger altijd moest ik uitspelen en ging mijn oma altijd met me mee. Dus dat zijn wel echt dingen die ik nooit meer vergeet. Die ook altijd belangrijk zou zijn in mijn voetbalcarrière. Iedere uitwedstrijd ging ze mee. Een paar jongens gingen mee met ons, met mij en mijn oma en mee in de auto. Toen heen en weer. Op trainingsgebied niet echt een bepaalde belangrijke trainer. Ik heb natuurlijk wel 2 jaar geleden heb ik al mijn debuut gemaakt. Dus daarin is wel een stukje Joop Gaal is wel belangrijk geweest. En natuurlijk dit jaar Marcel Keizer, die mij bij de eerste selectie heeft toegevoegd. Dat is dan toch wel 2 jaar geleden mijn debuut. In de laatste thuiswedstrijd tegen Fortuna mocht ik de laatste 2 minuten mocht ik invallen. Dus dat is toch wel het hoogtepunt in mijn carrière tot nu toe. Ja, dat was de 2e keer dat ik op de bank zat in een betaalde voetbalwedstrijd. En opeens mocht ik gaan warmlopen. Dus ik dacht al bij mezelf van, zou die toch nu toch gebeuren? Laatste wedstrijd van het seizoen. En toen mocht ik toch nog invallen, mocht ik mijn minuten maken. En dat was toch wel heel bijzonder. Je hebt altijd wel een beetje spanning. De ambiance is natuurlijk wel wat anders dan dat ik gewend was. Maar voor de rest, het was gewoon een heerlijk gevoel. Het veld betreden met zoveel supporters. En met natuurlijk zoveel goede spelers om je heen. Dus dat is echt een heerlijk gevoel. Ja, dat smaakt zeker naar meer. Ik heb dit jaar natuurlijk ben ik er ook 3 keer ingevallen. En dat is alleen maar mooi, het vertrouwen van de trainer dat ik krijg. En ik probeer zoveel mogelijk mezelf te bewijzen elke keer weer op training. En dan hoop op meer minuten natuurlijk. Niet zo heel veel. Ik ben natuurlijk 2 jaar geleden ben ik hier gekomen. En vanaf toen is mijn aandacht een beetje aan FC Emmen gegaan. Ook naar het eerste elftal. En sindsdien weet ik dat ze wel altijd meedoen in de top voor de play-offs vaak. Vroeger niet echt. Het was vaak FC Groningen, omdat ik daar ook wel uit de buurt kom. Natuurlijk een iets grotere club natuurlijk. Dus het was niet vaak FC Emmen, nee. Ik dacht natuurlijk een profclub is altijd bijzonder natuurlijk. Maar Jupiler League is toch even wat anders. Maar het blijft betaald voetbal, hè, dus dat is wel altijd bijzonder. Dus dat vond ik dan wel zo weer speciaal aan FC Emmen. Mijn persoonlijke doel is, ik wil mezelf zoveel mogelijk ontwikkelen dit seizoen. En zoals ik al zei, hoop op meer minuten dit seizoen. En dan kijken we volgend jaar verder hoe dat eventueel zal gaan. Maar vooral mezelf zoveel mogelijk ontwikkelen is mijn eerste doel. En daarnaast zoveel mogelijk minuten maken. Ik zit wel elke wedstrijd op de bank. Dus dat is natuurlijk ook wel weer een bepaald teken van de trainer, dat ik er wel elke wedstrijd gewoon bij zit. Dus daar heb ik elke keer kans om in te vallen natuurlijk. En basis, ik weet niet zo hoe ver ik daarvan af zit.
Ik denk dat ik daar nog wel veel stappen in moet maken. Maar ik denk dat dat zeker ook wel een doel is binnen nu en 2 jaar dat ik basis moet staan bij FC Emmen. Ik denk dat wij met dit team minimaal voor de play-offs moeten gaan. En ik denk dat wij zeker op training, als je de kwaliteit ziet van de jongens, dat wij ook wel de top 5 moeten kunnen halen. Het moet wel iets minder wisselvallig, dat wel. Maar ik denk dat wij vooral tegen de topclubs het aardig goed doen. Dat je dan ook ziet dat wij wel bovenaan in de Jupiler League horen. Van de mindere ploegen, dat moet je ook zien te winnen. En ja, dat hoort ook bij een topclub in de Jupiler League. Dus ja, weet je die ook te winnen, dan doe je goede zaken. Maar ja, dat zit niet altijd even mee bij ons. Dan de finale van de play-offs. Justin Mulder erin. Ja, dat zou wel een droom zijn, ja. Ja, tuurlijk, het is altijd mogelijk. Zoals ik al zei, ik zit elke wedstrijd op de bank. Dus het is wel mogelijk dat ik dan inval. Dus ja, we zullen het zien.